ICT'er Jeroen Teunissen nam de afgelopen maanden talloze keren de proef op de som. We staan nu bij een uh, tramhalte, er uh, komt geen tram aan. En ik ga nu een, uh, een hotspot in de lucht brengen. En dan tik ik in het, uh, het naamje van de RET. De reiziger ziet het verschil niet. En als een smartphone ooit eerder contact heeft gemaakt met een RET-hotspot en hij zoekt een wifi-verbinding, dan maakt hij automatisch opnieuw contact. Ook met een nep-hotspot. Maar zelfs al maak je zelf geen hotspot, dan nog kun je met andere interneters meekijken. Kijk, ik heb hier een commando. Dat kan ik intikken in een programma. Van... En daarmee kan ik het hele netwerkverkeer om me heen. Dat flitst zo allemaal voorbij. Iedereen die gebruik maakt van draadloos internet stuurt signalen de lucht in. Bij het ophalen van e-mail, het bezoeken van een website. Of het sturen van een berichtje via bijvoorbeeld WhatsApp. En als er geen beveiliging is tussen zender en ontvanger, kun je letterlijk meekijken met de ander. En vervolgens krijg ik te zien een, uh, een document van een boekhandel. Met allemaal uh, persoonlijke gegevens erin. van iemand die uh, blijkbaar uh, schoolboeken uh, geleend of gekocht hebt. En dat hij die, die weer terug moet brengen aan het eind van het jaar. Maar Teunissen kan nog meer zien. Bij verschillende e-mails kan hij het password van de gebruiker achterhalen. Hij kan zien wat mensen op bepaalde websites aan commentaren achterlaten. En bij verschillende sociale media kan hij de foto's bekijken die een andere internetter op dat moment aan het bekijken is. Nou, nee, dat lijkt me niet handig inderdaad. Ja, dat is wel uh, enige angst voor ja. En dat kan allemaal omdat het internetverkeer tussen de RET en de internet en de reiziger niet beveiligd is. Ze zouden bijvoorbeeld uh, toch om een paswoord kunnen vragen. Dat ze toch een vorm van beveiliging inbouwen. Dat, is, dat hoef je maar eenmalig in te voeren.